van alle BMW-modellen is dit misschien de meest vreemde, maar ook wel eentje die goed gelukt is. Dus de familie is bijna compleet, of misschien wel helemaal compleet. Dat weet je natuurlijk helemaal nooit zeker bij BMW. Zoals je al bij die Duitse merken, die blijven de modellen uitpoepen. Wat eerst, 3-serie sedan, 3-serie touring. Toen kwam de 4-serie coupé, 4-serie cabrio en dit is de 4-serie Grand Coupé. Allemaal hetzelfde platform, dus allemaal dezelfde technische basis. Maar als we hem even vergelijken met de 4-serie coupé, die had eigenlijk gewoon een heel groot metalen deel hier. Dat was een beetje awkward. En hier hebben ze een lekker deurtje in gedaan. En dat is eigenlijk wel handig natuurlijk voor het instappen. En het smolt gewoon beter. Ik vind hem erg goed gelukt. En nu we er toch buiten staan, ja, dit is de M440i, dus met allemaal leuke M-goodies, M-remmen, M-bumper met diffuser, M-bumper met een voorlip ding achter. Het ziet er gewoon lekker dik uit. De hele auto is wat groter geworden, ietsje breder, ietsje hoger, maar vooral grotere wielbasis, bijna 5 centimeter. En in de lengte is er 14 centimeter bijgekomen. Nou, dat is natuurlijk wel echt zo'n stuk. Dus ja, dat is fors. Hè? Dat kan niet iedereen hebben, 14 centimeter. Maar de 440 in Grand Coupé, M440 in Grand Coupé, staat het wel goed. Zoveel grappig, nu ik bedenk dat die 14 centimeter langer is, dan denk ik misschien ook wel dat de 3-serie GT niet meer terugkomt. Omdat dat was nou juist een wat langere 3-serie. Nou, misschien hebben ze toch twee modellen in één weten te proppen. Overigens, BMW i4, dat is een 4-serie Grand Coupé, maar dan met elektromotoren en een accupakket. Dus dat is feitelijk dezelfde auto. Daar volgt later ook nog wel een rijimpressie van, denk ik dan toch. Het is sowieso een moderne auto. We hebben die grote grill. Sommige mensen moeten daar nog steeds aan wennen. Maar ik merk in mijn omgeving dat mensen toch wel... Ja, het gaat dan toch wel. Maar ook qua technologie. Alle connected drive shizzle. Dus nou ja, weet je, adaptieve cruise control. Zelf sturen. Nergens tegenaan botsen. Noem maar op. Maar bijvoorbeeld ook... Het enige wat je altijd moet meebestellen bij BMW, want dan krijg je deze mooie blauwe dingetjes. En dat is gewoon een statussymbool, puur sang. Het zijn namelijk de laserlichten. Ja, we zijn natuurlijk dol op koplampen en op zescilinders. Dan had ik natuurlijk specifiek verzocht om de instapper, leek me relevanter voor Nederland, 420i met automaatstandaard tegenwoordig en ook gewoon lekkere prestaties, 184 pk, minder dan 8 seconden naar de 100, maar ja, ik heb toch een klein foutje gemaakt met inboeken. Dus het werd de M440i X-Drive Grand Coupé. Ja, en dit is... We gingen langzaam een soort soft spot ontwikkelen voor dit hele pakket. De 6 in lijn, natuurlijk bekend blok, 374 pk. Het is wel een mild hybrid overigens, dus ik denk echt wel aan milieu. Don't worry. 11 pk elektromotor, ja, weet je, die ondersteuning doet. Daar kan je kan niet elektrisch rijden per se. Maar het zorgt er wel voor dat de boel wat zuiniger is. 500 Newtonmeter aan koppel. Ja, het is gewoon een snelle jongen met veel koppel. Lekker veel power. 4,7 seconden naar de 100. Topsnelheid uiteraard op 250 km per uur begrensd. Ah, dit loopt zo lekker door. Niet het belangrijkste, misschien wat ik 3 en BMW 3-serie en 4-serie. Het nieuwe platform, onderstel is gewoon echt veel beter geworden. Dat is Jos van As, een Nederlander die daar werkt, die daar ook aan mee heeft gewerkt. Ah, het is gewoon veel meer feedback dan de vorige generatie. Gewoon mooier geveerd, mooier gedempt.
Lekkere balans. En dit is de X-Drive. Dus daar zou je allerlei dingen toch niet mee moeten kunnen doen, zou je denken. Maar balans is echt wel dat de power gaat voor een groot deel naar achteren. Dit is de M440i, dus die heeft dat mooie sperdifferentieel op de achteras. Dat is een differentieel wat elektronisch is aangestuurd, wat helemaal kan sperren, gewoon 100%. Ja, dan merk je gewoon bij het uitaccelereren van de bocht. Dat hij zet gewoon lekker, zeg maar, dat klassieke gevoel dat die achterwielen echt duwen. Nou is het soms een beetje knokken met een vierwielaandrijver als je hem echt dwars wil gooien. Want wat hij doet, op het moment dat je het gas loslaat, ja, dan en daarna ga je weer op het gas, hè, om een beetje te moduleren, is dat hij toch wel veel kracht ook naar voren doet. En als je zeg maar de inhoud in die drift, ja, dan gaat hij echt dwars en lijkt hij meer power naar achter te blijven gooien. Het is wat dat betreft misschien net te intelligent. Hè. Voor het mooie zou ik wel een stand willen hebben bij die, ja, misschien net voorspelbaar. Dus je gewoon altijd 35%, noem maar wat, naar voren en 65% naar achteren. Zodat die, ja, nu met die moderne vierwielaandrijving, en heb je dan soms, want die, ja, weet je, dan gooit hij wat te veel power naar voren en dan ben je hem eigenlijk kwijt wat je wilt doen. Niet dat dat heel nuttig is om te doen natuurlijk, maar ja. We willen ook een beetje lol maken, hè? We zitten straks weer met z'n allen in lockdown. Wat moet je dan? Nou, een beetje driften in je M440i Grand Coupé. Er zijn overigens vier motorvarianten. Natuurlijk niet alleen over de 16er, maar die 20i hebben we het net over gehad. De 430i, feitelijk ook 2 liter turbo, 245 pk. En er zijn twee diesels, waar eigenlijk twee dezelfde diesels, maar dan één wel X-Drive en de ander niet. En die met X-Drive is wel een beetje een rare dat die überhaupt in Nederland wordt gevoerd. Een 420D X-Drive, waarvan ik denk, ja, wie gaat dat in Nederland in godsnaam kopen? Voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, ja, snap ik het allemaal wel. Of gewoon als achterwielaandrijver. En dat, ja, die 20 diesel, dat is ook 190 pk, ook mild hybrid, dat is ook 11 pk elektromotorondersteuning. Vast, heel fijn, heel zuinig. Maar niet meer zo relevant voor in Nederland. Ah, het is echt een geweldig pretpakket dit. En als je dat niet wil, comfortknop in, bak in drive. En dan heb je gewoon een hele praktische 5-zits auto met een grote kofferbak. Dus ja, wat dat betreft zou ik bijna zeggen de ideale auto. En dat is natuurlijk niet zo, want het is nog een kleine dingetje van de prijs wellicht. Wat sommige mensen onoverkomelijk vinden. Ik eigenlijk ook wel, voor om deze nieuw aan te moeten schaffen. 4-serie Grand Coupé, begint bij 55.000 euro ongeveer in Nederland dan. Deze M440i X-Drive Grand Coupé van 86.000 euro en wat wisselgeld. Dit exemplaar met die koplampen, dat is een dol op koplampen. 108.000 euro. Nou ja. Concurrentie, ja, is er ook. Audi S5, daar is dit echt, zeg maar, het model wat daar natuurlijk erg aanschudde. Audi S5 Sportback heb ik dan specifiek over. Je ziet natuurlijk ook dat BMW had altijd al M4, M3. En er zijn natuurlijk die M-Performance, dus de M440i en de M340i en de M235i. Die modellen daarnaast gaan zetten, wel echt met een sportief sausje eroverheen. En daarmee eigenlijk twee niveaus gecreëerd. Wat Audi echt al heel lang doet met de S en de RS modellen. Dus dit is echt concurrent voor de Audi S5 Sportback. En voor, ja, Mercedes heeft niet echt een model wat daar dan weer bij past. Hè, maar een C-klasse 43 AMG, daar schurkt dat natuurlijk ook weer een beetje tegenaan. Maar dat is weer geen hatchback. En als je dan in de line-up bij BMW kijkt, ja, dan hebben we 3-serie sedan, 4-serie coupé, 4-serie cabrio, 4-serie grand coupé, 3-serie touring. Ja, welke vind je het leukst? Ik vind dit wel heel erg mooi. Maar ik ben ook wel een beetje klassieke sedanman, dat ik dat toch ook wel leuk vind. En de touring is natuurlijk ook wel keuzestress. Ouderwetse keuzestress. Maar ze rijden, als je hem als 40i X-Drive hebt, allemaal even leuk. En
echt ronduit geniaal. Wouter wordt er blij van.